Okie dokie. Daily challenge tijd. Laten we eens zien waar we allemaal belanden dit. Oeh, dit is Thailand. Hoe weet ik dat nou? Omdat dit aan de linkerzijde van de weg zit. En op dat bordje is wit. Ik weet eigenlijk niet wat ze in hebben bordjes in Cambodja. Daar was de Thaise vlag die het 100% bevestigt. Dat bedenk ik me nou pas. Ik weet eigenlijk niet of er... Ja, volgens mij wel hetzelfde soort, maar... Dan aan de rechterzijde van de weg. Ik hoop eigenlijk vooral... Hallo. Kijk, weg nummer 16 of is het weg nummer 1145? Ik denk dat het weg nummer 1145 moet zijn. Denk ik. Of weg nummer 16. Het is in ieder geval hier, bovenin, ongeacht of het 16 of 1145 is, dat is wel een voordeel. Ik zeg dat wel, maar volgens mij is 16 iets, niet 12, 23, waar is 16? Is het dan wel 1145? Dan is het sowieso daarboven. Dat is een voordeel. Denk. Want dit is. Ik zie ook echt nergens 16, dus ik denk dat het dan inderdaad 1145 is. Dan zit ik sowieso goed. Want dit is hoekje 3, dat is hoekje 2 daar. Dit is hoekje 4. En dus dan moet het daar wel zijn, inderdaad. Dit is 14. Tenminste, nee, wacht. Ik dacht dat het. Dat is 34. Dus dan zou ik nogmaals. Dan zou ik in die hoek zou ik goed moeten zitten. Ondanks dat ik geen 16 of wat dan ook vind, maar. Nee, ik zit in die hoek niet goed. Ja, het is wat het is. Dit zal wel Zuid/Midden-Amerika zijn. Gok ik zo. Hey. Sorry, ik probeer met alle elan een zakdoek te pakken. Het lijkt me een bitnummerbord. Ja, dat is een bitnummerbord. Oh, hallo. Ik wil die kant op, jongens. Wit. Of tenminste in ieder geval niet geel, zal ik het zo zeggen. Zo valt Colombia al af. Dan zou het Ecuador kunnen zijn, Mexico. Ik denk dat ze voor Mexico nummerborden iets te groot zijn. Ik denk als het Mexico zou zijn dat dit kleinere... Ik denk dat dit Brazilië gaat zijn als ik het zo zie. Wit met die blauwe strepen. Dat zou Brazilië moeten wijzen. Ja, of Argentinië. Maar als ik dit zo zie, dan zou ik niet... Dat is mijn eerste gedachte niet, van dit is Argentinië. Nogmaals, betekent niet dat het niet zo is, maar...
Ik hoop dat ik gelijk heb. Nee, die buigt af. En Brazilië is een beetje niet zo heftig. Beetje hetzelfde probleem als bijvoorbeeld een Rusland of een Australië heeft. Het is zo groot. En tenzij je echt goede aanwijzingen hebt waar je bent, is het eigenlijk nagenoeg onmogelijk. Finento. Waarom heb ik daar wel eens eerder van? Ik heb het idee dat we dat al wel eens een keer gehad hebben en dat ik. Mijn eigen toen ook rot heb lopen zoeken. En dat toen uiteindelijk heel erg anders was dan dat ik dacht dat het was. Het is schijnbaar hier rondin in de buurt van. Nee, het is niet eens wat ik dacht dat het was. Oké. Nou, dat was het alweer. Oh, hallo. Nou, dat weten we wat het is. Rio de Canelo. Rio Canelo. Pingueras. Wat is het onderste? Ruta. Del fin del mundo. Route naar het einde van de wereld. Route van de einde. Plop. We weten dat dit hier zit. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar dat bord. Is het gewoon een normaal bord? Of staan daar ook steden op, want indien daar ook steden op staan. Kijk, dat helpt wel een beetje. Het is heel dicht bij arena's in ieder geval. Dat is echt wel een. Rio Canero en. Natalis is hierboven, toch? Ja. Oké, dat wil ik even zeker weten. Waarom heb ik zoveel moeite met het vinden van. Die andere twee steden? Kijk, ik zeg niet dat ik ze zo hupla, klaar moet vinden, maar. Het rare is dat ik ze gewoon ook echt niet kan vinden, zeg maar. Het is gewoon echt. Rio Canelo. Nogmaals, ik zal er niet heel veel van afzetten, hoor, denk ik. Want zoals gezegd, ik ben wel heel erg slecht in het inschatten van afstanden, dus. Oh, wauw. Ik ben heel slecht in het inschatten van afstanden. 5000. Turkije? En we gaan niet zelf fout maken als gisteren met enterknop en zo. Als we dat doen, dan gaan we echt voor de enterknop en niet voor. Oh, hallo. Dat is dan een keer 80.000 meer gewaar.
Ja, hallo. Hij wil echt niet. Oké, nou. Heb ik daar? Nee, daar ben ik in spijkschotel aan dingen op staat. Het is alleen jammer dat hij gewoon niet vast. Oeh, daar moet ik naartoe. Oké, hallo. Bijna. Ik ben er wel voorbij geschoten. Dat is het risico. Zeker als je zo slecht zegt. Oké, Turkije is in ieder geval bevestigd. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat geen enkele van die steden een belletje doet rinkelen. Maar ook dan echt geen enkele van die steden. En dat is een beetje. Zeg iets. Dat is wel een beetje heel enthousiast ding. Je zou denken. Ik zeg geen enkel van die steden, hè? Te laat om eventueel te kijken of er aan de onderkant nog. En zelfs nou op dit niveau heb ik het idee dat ik gewoon echt geen enkel van die steden zie. Waarbij ik gewoon ga afvragen van wat de frick is dat bord geweest? Nou, next one. Nee, dat is hier. Ik weet waar dit is. Ik moet alleen even de precieze weg vinden. Want dit is een locatie die we al wel vaker gehad hebben, hè? Dit is vlakbij Keflavik. Denk ik. Dat zeg ik nou wel, en ons zometeen echt helemaal aan de andere kant van IJsland zijn. Maar dat denk ik bijna nagenoeg zeker, want dit hier zal Keflavik op staan, denk ik. Nee, Grindavik. Grindavik. Oké, 15. Zet hem gewoon daar weg. Ik denk dat dat de veiligste is voorlopig. Ik ben er 99% van overtuigd. Ja, kijk. Dat zeg ik. Oké. Zou dit dan. Ik weet nog niet meer. Hem hier opslaan. Hopen dat deze wel werkt, want ik heb dus pas geleden op zo'n landenstreek stuurde hem in plaats van dingen, stuurde hem weer terug naar Reykjanesvirkjun. En dat is geen stad, maar dat is een naam volgens mij van ons bedrijf of zo, denk ik.
Oh. Zit hier achter rechtbeen. Daar 22 kilometer van naar. Zou je zeggen dat we hier ergens zitten? Denk ik. Ietsje verder. Het is niet helemaal wat ik zoek, maar. Dat is wel de enige op dit moment wat logischere. Wacht even. Is dat ook wegnummer op 425? Nee, het was helemaal hier. Oké. Okay. Oh ja, kijk, hey. Oh wel. Ja, normaal, het is in Brazilië. Gewoon, daar heb ik veel punten verloren. Ja, nee, het zei zo. Brazilië, Thailand, Turkije. Gewoon op 3 punten redelijk wat punten verloren. Ja, nee, dan krijg je dit. Het is wat het is. Ik kan er niet veel aan veranderen. Maar goed, dat is het in ieder geval wel voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeggen we tot morgen.